Zoals bij de uitnodigingen al genoemd, leven we in een pluriforme, multiculturele samenleving. We hebben in Europa en in Nederland een groeiende groep vluchtelingen en migranten. Ook in de jeugdhulp en in het onderwijs hebben we daardoor meer dan ooit te maken met de invloed van diverse culturen en levensbeschouwingen. Daarmee komen we in aanraking met die andere visies op ziekten en beperkingen, levensstijlen en opvoedingsstijlen. We krijgen te maken met gedragsuitingen die kunnen verhullen dat er sprake is van psychotrauma als gevolg van uiteenlopende ingrijpende gebeurtenissen. Om hierop aan te sluiten en een passend antwoord te bieden, hebben we cultuursensitiviteit nodig. Dat begint bij het kennen van je eigen culturele achtergrond en dat gaat over in het leren kennen van de culturele achtergrond van de ander. Nou, daarvoor wil deze avond een bijdrage leveren. Als eerste wil ik zo het woord geven aan Marjan Segali. Marjan komt oorspronkelijk uit Iran. En in de begin jaren 90 is zij gevlucht met twee kleine kinderen naar Nederland. En op dit moment zet zij alles in om haar leven betekenis te geven. Ook zet zij zich in voor mensenrechten. En zij wil anderen helpen om regisseur te worden over hun eigen leven. En dat doet ze onder andere door haar eigen verhaal te delen met anderen. En dat gaat ze vanavond ook doen. Met Jan, aan jou het woord. Dankjewel, Gerda. Welkom allemaal. Ik begin direct mijn voordracht met: proef den geesten. Geloof ze niet al. Geloof mij ook niet. Zij, die niet man. Laat ik maar met deze oproep tot twijfel beginnen aan mijn voordracht. De woorden van Kornherk. Is het twijfel? Ik lees er ook nieuwsgierigheid in. Nieuwsgierigheid en leergierigheid. Willen weten wat de anderen drijft, hoe ze naar de wereld kijken. Dat we in onzekere tijden leven, is geen nieuws voor u. Dat we elkaar daarom extra hard nodig hebben, misschien ook niet. Toch is de neiging bij veel mensen om naar binnen te keren. Het eigen gelijk bevestigd te zien, je te verschuilen in de paar zekerheden die je nog wel hebt. En voordat we de problemen en de uitdagingen in de wereld en in ons eigen land gaan opsommen, kijk ik graag naar binnen, bij mezelf en bij u. En kijk ik graag naar wat het betekent om wel of geen perspectief te hebben en om perspectief te zijn en te bieden. Perspectief hebben. We gebruiken het woord zo makkelijk. Maar toen ik als 17-jarige werd gearresteerd vanwege mijn politieke activiteiten en voor anderhalf jaar in de gevangenis belandde, had ik weinig perspectief. Weinig beeld van een normaal leven zoals ik dat zou willen leven. Iedere dag kon de laatste zijn. Zelfgenoten stierven in mijn nabijheid. Toen ik alleen vrij kon komen door verplicht te trouwen en aan huis gekluisterd te blijven, zonder studie, zonder baan, was dat niet mijn keuze, niet mijn beeld, niet mijn perspectief. Toen ik in 1990 vijf vluchtpogingen nodig had om uit Iran weg te komen van de Ayatollahs en de onderdrukkingen, had ik niet te veel perspectief. Mijn leven was in de handen van smokkelaars en douaneambtenaren. Het enige in mijn handen waren onze twee kleine kinderen, een kinderwagen en een koffertje. In mijn hart resten moed en hoop. De laatste resten moed en hoop. Geen wenkend perspectief, maar al die tijd wel een brandende verlangen om vrij te zijn en mijn leven op mijn manier te leiden. Vanaf de bergen van Iran kwam ik in de vlakte van Nederland. In het zand. Soms voelde het als drijfzand, maar vooral hervond ik hier de vrijheid en kreeg ik kans op kans om te zijn wie ik wilde zijn. Met mijn man en twee kinderen. Met mensen die me wilden helpen met de taal en opleiding en werk. Woord voor woord, stap voor stap heb ik er hard voor geknokt. Ik noemde
drie cruciale momenten uit mijn levensverhaal, zoals Elif Shafak in het eiland van de verdwenen bomen schrijft. Waar begin je iemands verhaal als elke leven meer dan één draad heeft? En als wat wij de geboorte noemen niet het enige begin en de dood ook niet echt het einde is. Mijn dankbaarheid voor al die hulp en mijn eigen onbeluspaar verlangen gebruik ik nu om anderen te helpen. Nou, mensen te volgen en ook altijd mens achter de ander te zien. Perspectief hebben is zicht hebben, mogelijkheden zien, vrij kunnen denken en dan waarmaken. We leven met zekerheden en twijfel. De kunst is om balans te vinden in onszelf en met die ander. De opdracht is om de onderlinge balans steeds te toetsen. Zoals Nasreddin Shah had onlangs gezegd, hoe moeilijk is het je even verplaatsen in de ander. Het perspectief van de ander aannemen, maar ook jouw perspectief aanreiken. Dan ben je perspectief. Ik wil voor een ander perspectief zijn, een voorbeeld zijn, het verschil zijn. Ik kan slim en intelligent zijn en afstuderen, maar als niemand mij de kans biedt ervaring op te doen en te leren, dan hebben ze mij iets ontnomen en ook zichzelf. Je kunt van ver komen, maar ook meedoen. Eerst ben je zelf op zoek naar perspectief en als je dat hebt, moet je het dan ook creëren voor andere mensen. Niet vanuit een soort dankbaarheid, maar vanuit wederkerigheid. En dan nog, het zijn niet alleen mensen die hun land moeten verlaten en die perspectief zoeken. Ook in Nederland zijn er genoeg gezinnen die nooit kansen krijgen. Ik ken de klassieker Kees de Jonge van Theo Thijssen en denk dat de kinderen als Kees nog steeds in de Nederlandse samenleving rondlopen. Natuurlijk zijn ze zelf verantwoordelijk voor het grijpen van kansen, maar we hebben allemaal de verantwoordelijkheid en betere uitgangspositie voor hen te creëren. Want ze moeten het dan zelf doen. Ze hoeven het niet alleen te doen. Voor mij is verdraagzaamheid een absolute voorwaarde voor een tolerant, redelijk en rechtvaardige samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe verdragen we elkaar? Hoe verduren we die ander? En helpt het om te denken in de termen van de ander? Ik word immers pas wie ik ben in de ogen van de ander. En de ander wordt wie ze is in de mijne. We zijn allemaal anders en een deel van een grotere lichaam. Organismen die niet zonder elkaar kunnen. Onderling sterk verbonden door de lucht die we in- en uitademen. Door de materie waaruit we zijn opgebouwd. Door de geest die we delen. Sterker dan we denken. In de woorden van de Persische dichter Sadi. Alle mensen zijn delen van één lichaam. In hun kern, dus in hun naam. Als één deel wordt geplaagd door pijn, zal de ander ook onrustig zijn. Voor wie niet meelijdt met de mens, is menselijkheid een leeg wens. Diversiteit en inclusie is een complex, een gevoelige vraagstuk. Ik voel dat in mijn werk, ik voel dat ook als iemand wellicht elders heeft gestaan, ik voel als mens tussen andere mensen. Inclusie heeft een element van wederkerigheid in zich en vraagt van de individuele medewerkers of een mens om de ander te erkennen en te waarderen. Dat betekent niet dat iedereen elkaar aardig moet vinden, maar wel dat we samen op een nette en verdraagzame manier met elkaar omgaan. Ter inspiratie lees ik een deel van het prachtige gedicht De Trotszoeker van Marieke Lucas Rijnveld. U krijgt van mij alleen de laatste twee van zeven strofen. Zoals geluk gevaarlijk is voor de rukkeloze, voor wie verstrikt zit in eigen ik, voor wie de weerloosheid wegeet, kookt, slikt, voor wie zichzelf bezeert omdat een ander het niet meer doet, voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief wordt, voor wie bang is om verlaten te worden en een leeg huis thuis te komen, voor wie zelf uit voorzorg iedereen verlaat, voor wie weet dat het hart op vele manieren kan breken en vergeet
dat het ook op vele manieren kan helen. Voor wie en voor iedereen is hier de plek. Hij geeft een stem aan de stillen, aan de verdraagzaamheid, op een manier dat wij in Nederland verleerd lijken te zijn, of weinig te zien. Met de kracht die ontstaat uit kwetsbaarheid, uit twijfel, en althans, zo hoor ik het, uit diepe behoefte aan menselijkheid. Voor wie en voor iedereen is hier de plek. Hier is als sprake van maximale verdraagzaamheid. Iedereen is hier welkom. We hebben echt, wat mij betreft, meer dichters nodig en lieve woorden. Dan kunnen wij woorden zoals diversiteit en inclusie uit de woordenboek schrappen. Ik weet uit ervaring hoe het is om mijn huis en haard te verlaten. Mijn ouders, familie, vrienden, de geur van mijn geboortestreek. En hier onderdak te krijgen. Om zorg en aandacht te krijgen. Gezien te worden als mens en me daardoor te kunnen ontwikkelen als mens, als individu, als een lid van de samenleving. Mijn verhaal is het verhaal van één nieuwe Nederlander. Zo zijn er meer. Ik zeg ter Apel en dan weten jullie het wel waar genoeg over. Maar er zijn ook andere verhalen. Verhalen van toeslagenaffaire, verhalen van alleenstaande moeders, verhalen van de zwerfjongeren, verhalen van politieagenten die zich beklagen over racisme en discriminatie, mensen die zich afgekeurd zijn op de arbeidsmarkt en simpelweg niet mogen of kunnen meedoen. Ik citeer een stukje uit mijn boek Tot op de dag. Na een mislukte dag werken in de horeca, liep ik stage bij vluchtelingenwerk. Daar herstelde mijn zelfvertrouwen niet meteen. De eerste maanden van stage vielen me zwaar. Net de inhoud van het werk of de nieuwe collega's, maar de verhalen van cliënten brachten mij uit balans. Net nu het mij steeds beter lukte om geen aandacht te schenken aan mijn eigen verhaal, werd ik geconfronteerd met de machteloosheid, depressiviteit en soms ook agressie van anderen. Van dichtbij zag ik hoe de onzekerheid over een nieuw bestaan in Nederland en de zorgen over familie en het land van de herkomst en een zware wissel trokken op veel vluchtelingen. Sommigen wachten al jarenlang op antwoord. Hoe moet ze? Ik vond het interessant om met mijn collega's in gesprek te gaan over werksituatie. Niet in de laatste plaats, omdat ik mijn eigen verhaal daarmee naar de achtergrond verdreef. Cultuur? Wat is cultuur? Zijn we soms niet mens en dan pas man of vrouw, wit of zwart, hetero of homo, moslim of katholiek, eerst de mens, dan de rest. Ik schreef het boek 30 jaar na mijn vlucht uit Iran en Nederland. Van, laat ik maar zeggen, niet zo'n tolerant land, wat er tegenwoordig heel erg actueel in nieuws is, naar op het onverschillig tolerant af. Voor mij een wereld van verschil. Een verschil tussen gevangenschap en vrijheid. Tussen keuzes door anderen en mijn eigen keuzes. Zoals de dichter stem geeft in zijn zinnen en strofen, zo heb ik mijn stem gemist. In de gevangenis heb ik 1,5 jaar gezwegen. Ik weet wat het is om vrij te kunnen spreken. Ik voel wat het is om vrij te zijn. Eerst de mens, dan de rest. Als we zeggen, eerst de mens, dan de rest, doet de vraag zich af, voor wie is de mens? En raken wij aan een uiterst actueel voorbeeld van maatschappelijke debat, namelijk dat van identiteit, cancel culture, sociale media, inclusie. Ziet u het voor zich? In mijn visie heb je niet verschillende identiteiten die je als een jas of een trui aan en uit kunt trekken, per gelegenheid en je stemming. Volgens mij bestaat je identiteit wie je bent, uit verschillende aspecten. Meerdere lagen, aangeboren en aangeleerd vanuit verschillende ervaringen in één opvolgende levensfase. Met meer of minder zelfreflectie. En al die aspecten stapelen zich op tot een amalgaam dat steeds beter past. Ook door dingen weer af te leren. Steeds meer worden wie je bent. De kunst van het leven. Wat zou het mooi zijn als we van debat en cancelen weer terug kunnen naar het goed gesprek en inclusie.
sorry, en insluiting. Van afkeurende blikken naar verdraagzaamheid, tolerantie, nieuwsgierigheid en weergierigheid. Wat zou het mooi zijn als we weer aandacht kunnen hebben voor wat het is om als mens mee te doen aan een gezonde samenleving. Als we weer zicht hebben op wat burgerschap is. Burgerschap is de kunst om te besturen en om bestuurd te worden. We kunnen allemaal in een positie komen om die verantwoordelijkheid namens ons allemaal te dragen. Klein of groot. Voor een land, voor een kind, voor straat, voor een buurvrouw, voor een vluchteling. Ik ben een humanist en als humanist, als een niet-gelovige uit een streng islamitisch land, staat voor mij mens voorop. We hebben het met elkaar te doen en dat is geen verzuchting. Dat is een dure, maar ook een eenvoudige menselijke plicht. Voor mij is het zelfs meer. Voor mij is dat een wens en een voorrecht. Een plezier om met en voor andere mensen te kunnen leven en werken. Voor mij staat vast dat vluchteling zijn geen identiteit is, maar een ervaring. Een vormende ervaring, zeker. Ik was een vluchteling, maar ik ben een mens. Het was een deel van mijn reis als mens. Een reis waar ik mensen wil ontmoeten, waar ik leer, waar ik mezelf ontwikkel. Meer dan mezelf tegenkomen of ontdekken, wil ik mezelf creëren en wil ik groeien, laag voor laag. Maar wat staat ons te doen? Hoe te handelen? Een centrale vraag bij Hannah Arendt. En als we ze, en zoals Hannah Arendt ben ik hoopvol. Iedere dag worden we opnieuw geboren en iedere dag hebben wij opnieuw de kans ons leven vorm te geven. Gelukkig zetten jullie je dagelijks in voor mensen die het niet altijd zichzelf redden. Een steuntje in de rug nodig hebben. En daarbij wordt gekeken naar het groot geheel. Mentale gesteldheid, veiligheid, de kwaliteit van het leven van mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden en soms onzichtbaar zijn. En als we het hebben over onzichtbaarheid, hoe zichtbaar werken jullie aan diversiteit en inclusie? Hoe inclusie is jullie organisatie? Deze vragen geef ik jullie allemaal in overweging. En wat mij betreft gaat het niet alleen om achtergrond, het gaat om diversiteit te breden, zoals gender, leeftijd, seksuele geaardheid, mensen met een lichamelijke beperking. Voor een organisatie, zoals dat op jullie website staat, is voor iedereen, en dan vooral voor de kwetsbare jongeren in de samenleving, is een goede afspiegeling van de samenleving belangrijk. Door je in te zetten voor inclusie en diversiteit, breng je mensen dichter bij elkaar. Zichtbare talenten worden zichtbaar. Diversiteit is nodig voor een inclusieve agenda, een inclusieve aanpak, een inclusieve zorgaanpak. Verschillende mensen brengen verschillende zienswijzen, denkstijlen en verschillende voorkeuren in. Diversiteit in organisatie verrijkt je beleid. Je leert kijken vanuit verschillende perspectieven. Zoals recentelijk TNO op zijn website vermeldde, door de inzet van diverse samengestelde personeelbestand zijn wij wat innovatiever en creatiever dan wanneer we zouden werken met homogeen teams. We nemen betere besluiten en dan op een lange duur presteren we beter. En het mooie is, dat kunnen we. We kunnen verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor de samenleving. Eerst de mens, neem die verantwoordelijkheid en doe dat in alle bescheidenheid. Maar luister niet naar mij, zoals ik kort zei. Geloof mij ook niet, denk zelf na, denk vrij, leef samen. Ik hoop dat deze inspiratie uw aanzet geeft om over na te denken over de mooie woorden van Marieke Lucassen. Voor wie en voor iedereen is hier de plek. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel, Mart-Jan, voor je mooie verhaal. Ook wel veel om over na te denken.
Er zijn niet zo 1, 2, 3 vragen binnengekomen, maar dat mag nog later. Misschien dat we aan het eind van de avond ook nog ruimte hebben om eventueel een vraag van je te beantwoorden. Cor, als jij verder gaat met je verhaal. Cor is sociaal wetenschapper en trainer. En zal...